Heel fijn dat jullie hier allemaal zijn. Zoveel mensen, fantastisch. Wie van jullie is er al bezig met voedselbossen? Amai. Wie stemt ervoor moet op tijd gedaan zijn? Spijt me, jong. Democracy is a bitch. Alright. Laten we eraan beginnen, hè. De presentatie heet Eat More Trees en het gaat direct duidelijk worden waarom precies. Misschien eerst een vraag van, moeten we überhaupt vandaag afstappen van de huidige manier van voedselproductie? Ik weet niet, wat denken jullie zelf? Ja. Absoluut. Absoluut. Kleine vraagje, wat hebben zij gemeen met elkaar? Die drie afbeeldingen, ik weet niet of jullie dat wel kunnen zien. Links, Romeinse Rijk, het midden, Pazeland, rechts, bodem uitgeput, inderdaad. Zeer goed gezien. Dat waren drie rijken die dachten dat ze echt wel aan de top stonden van alles. Ze hadden het gevoel van wij zijn God, wij kunnen eigenlijk alles, wij zijn onfeilbaar. Helaas, al die rijken zijn gesneuveld. Precies daarom. Ze hebben eigenlijk te veel druk gezet op hun bodem. Nu zijn die rijken omgevallen enkel maar alleen door de bodem. Het is uiteraard gezien is een samenloop van omstandigheden, altijd. Maar die bodem heeft er wel enorm toe bijgedragen. En dan is mijn volgende vraag van oké, wie is de volgende? Links zie je Spanje, midden is Californië, rechts zie je de Benelux. En ik dacht altijd, ja, het loopt zo'n vaart niet, het is niet zo erg. Hé, bij ons, het valt nog goed mee. Ik was al in Marokko geweest, in Midden-Amerika, en daar zag ik van, wow, het probleem is echt wel bestaande. Maar bij ons is dat zo erg niet. Maar helaas, de laatste jaren is duidelijk geworden dat het meer en meer een probleem is die ook bij ons zit. En misschien even iets kort over mezelf. Ik was eigenlijk al vanaf dat ik 18 jaar was in contact gekomen met permacultuur, het Permaculture Festival hier vandaag. En dat heeft mij echt getriggerd om gewoon te beslissen wat ik wil de rest van mijn leven iets met permacultuur gaan doen. Ik heb dan 5 jaar zo'n hier en daar een beetje bezig geweest met permacultuur, heel veel zelf erover geleerd. Heel wat gereisd ook in de wereld, zelf ook geëxperimenteerd in het zuiden van Frankrijk waar ik toen woonde. Maar het was een bepaald moment dat ik echt besloot van oké, nu moeten we echt allemaal in gang schieten, anders komt het gewoon niet goed. Als we vandaag niet in gang schieten, dan komt het echt niet goed. En dat was toen als ik kijk in de woestijn stond van Marokko. Ik ben zelf een wildplukker, ik kan overleven in de natuur met wat het er groeit. Ik ga het niet leuk vinden, want ik hou enorm van lekker eten. Maar oké, het is mogelijk. En daar was ik eigenlijk wel, voor een van de reden, op mijn ongemak, omdat er daar niks groeide, of toch heel weinig groeide. En ik vroeg me af van, woestijn, wat vragen aan de gids die daar rondliep. En hij zei, Louis, c'était pas un désert avant. Vroeger was dit geen woestijn. Vroeger was dit eigenlijk één groot Garden of Eden, als het ware. En ik vroeg van, maar waarom niet meer? En zei, de mensheid, les humains, zei hij in het Frans. Dus de manier hoe dat wij aan landbouw doen, creëerde woestijn. En ik dacht, biologische landbouw, dat is al een stap in de goede richting, maar het is wel biologische landbouw die dat tot woestijn heeft gebracht. Dus biologische landbouw is sowieso al een stap in de juiste richting, maar absoluut nog niet waar we zouden moeten zijn. En toen heb ik gewoon besloten, oké, ik ga er alles aan doen om daar iets aan te veranderen. En wat dat ook heel fijn was, eigenlijk een soort zaadje dat die mensen daar geplant hebben bij mij, dat was, vroeger was het dit. Dit is een voedselbos van 2000 jaar oud, dichtbij Agadir, waar Jeff Lawton ook een filmpje over heeft gemaakt. En dat was vroeger eigenlijk een soort voedselbossysteem. Dat is met de dadelbomen, je ziet daar dadels, bananenbomen, ook citrus, daaronder ook eenjarigen die geteeld werden. Dat is eigenlijk heel veel verschillende lagen en hoog productief. En nu, 2000 jaar later, produceert dat nog altijd op de weinige plekjes waar dat dan nog over is gebleven. En anders biedt op terugkomen, maar alles komt eigenlijk terug op die successie. Successie is een woordje dat ik echt graag zwem dat dat in jullie hoofden zit voor eeuwig en altijd. Wie heeft er nog nooit van successie gehoord? Oké, ik ga naar huis. Tot later. Nee, fantastisch. Dat is het allerbelangrijkste. En ik ben eigenlijk ook grappig weg met successie begonnen. Helemaal links in de successie heb je rotsen. Vroeger was onze planeet één grote rots met water.
En plots is er leven ontstaan. Dat leven was eerst in de zee, eencellige organismes, die zijn plots een fotosynthese beginnen doen, die hadden een chlorofiel. En die zijn zich dan gaan vestigen op de rotsen. En dat gebeurt er dus als je een Albert Heijn parking gewoon 20 jaar laat liggen. Na 20 jaar is het een bos. Is het een bos, hè? Mm. Dus dat is natuurlijke successie. Van mij is het ook begonnen met mijn gras, heel grappig. Ik ben ooit gestart met een brief te schrijven naar de koning van België om te zeggen, ja, we hebben te veel grasvelden. Alsjeblieft wat grasvelden omvormen naar bloemenweides of naar een duurzaam alternatief. Hey, eerste stap eigenlijk in de successiestadium. Ik heb helaas nooit antwoord gekregen. Maar uiteindelijk zijn we wel in het Vlaams parlement geraakt ermee. Die hebben geluisterd naar ons, er een klein beetje iets mee gedaan, ons vooral doorgestuurd naar andere mensen, die ons dan weer hebben doorgestuurd naar andere mensen. Maar geleidelijk aan is er toch een beweging op gang getrokken met de Bye Bye Grass Movement in België. Hebben op een dag, het hoogtepunt was eigenlijk in corona, eigenlijk geluk bij ongeluk, iedereen zat thuis, iedereen wil iets met zijn tuin doen. En dan zijn we eigenlijk, wanneer iedereen naar het coronanieuws aan het luisteren was, van onheil, kwamen wij daar met een goede boodschap van, hey mensen, doe mee met de grootste bloemenweide van Europa. Meer dan een miljoen kijkers die, dus, die dat gezien hadden, dus dat was heel tof. En geleidelijk aan ben ik uitgekomen bij voedselbossen, omdat als je verder gaat de successie, moet je zelf van afvragen. Ik was stagiair op een landbouwbedrijf en ik was prei aan het oogsten bij min 2 graden. Met botten aan, het was heel koud en regenachtig. En dat was echt lastig. Ik weet niet, jullie dat al hebben gedaan, zo'n paar aan een stuk pregeoogst, dat is wel lastig. En op zo'n moment was ik net dat boek van Mark Shepherd aan het lezen, Restoration Agriculture, Restauratielandbouw. En daarin staat er over een boom die al 4000 jaar oud is, een kastanjeboom, hebben jullie er al van gehoord? Een boom die op de Etna-vulkaan staat, hè? Een kastanjeboom van 4000 jaar oud. Beeld je dat in? Dat is daar één keer geplant geweest en dat heeft 4000 jaar aan een stuk gewoon eten geworpen op je schoot. Je moest er gewoon onder zitten voor 4 jaar en ieder jaar nieuwe lading. Je moest er niks voor doen, je moest er gewoon onder zitten. Dus op dat moment, ik was toen nog redelijk jong en onbezonnen, had ik zoiets van, allee, hoe kan dat nu? Ik zit hier eenjarige landbouw te oogsten, ieder jaar opnieuw. Moet die aarde verstoord worden? Moet dat opnieuw ingezaaid worden, opnieuw bemest? In het ergste geval opnieuw gespoten met pesticiden. Om dan ieder jaar opnieuw hetzelfde te doen, terwijl ik gewoon 4000 jaar lang onder die boom zou kunnen zitten. He? Dat is mijn vraag van, hoe kan het nu dat niet heel onze landbouw daarop gebaseerd is? Ik heb dan heel wat research gedaan, en ik ben iemand die mijn research bundelt in boeken of in films. Jullie hebben dat misschien al zien passeren. En op zich ben ik dan uitgekomen op eigenlijk gewoon 3 missies dat ik denk dat we allemaal moeten doen. Dat is 1, gewoon letterlijk zoveel mogelijk hectares grond regenereren, want ik kom net terug van een project van 500 hectare dat we hebben ontworpen in het zuiden van Spanje. Ik heb daar vrienden wonen die 1000 hectare hebben als boerderij, die dat van traditioneel om aan het vormen zijn naar een agro-ecologische boerderij, die er intussen echt al heel mooie resultaten geboekt hebben. En die zeggen ook, als we de komende 10 jaar niks doen, is dat hier gewoon woestijn. Hè? Dus die woestijn, die voelen dat echt, boeren van hier zeggen hetzelfde. Dus we moeten echt die hectares rond regenereren. Maar we kunnen dat niet doen vooraleer dat we een zaadje geplant hebben in de mensen hun hoofd. Je kan pas eigenlijk de wereld veranderen als eerst de mindset van de mensen veranderen. En de enige manier hoe dat we dat kunnen doen is door te inspireren. We kunnen niet zeggen van, je moet nu minder vlees eten, je moet nu biologisch komen, je moet nu dat doen. Ik word er zelf al zot van als er mensen zeggen dat ik dingen moet doen. Ik vind dat heel afstotelijk. Maar als je zegt van, wauw, ik ben hier naar de bio-winkel geweest, ik heb een fantastisch lekker smeertje gekocht die veel lekkerder is dan Amerikaan preparé. Ik moet dat een keer proberen, dat is echt gewoon fantastisch. En dat is veel aantrekkelijker dan om te zeggen van, vlees is recht! Dus dat is heel tof. En dan het derde, fun, moet echt fun zijn. Moet leuk zijn, en dat is exact waarom we vandaag hier ook zijn, een festival, mensen samenbrengen, een transitie, moet echt gewoon tof zijn om te doen, want als het niet leuk is, waarom zou je daarmee verder gaan? Dus ik denk persoonlijk, als je die 3 dingen doet, dat we gewoon de wereld samen kunnen redden. Voilà. Ja. Bye bye. Ik
ga jullie niet te veel vervelen met de problemen. Ik ga er heel kort over gaan. Jullie weten allemaal dat, dat het klimaat verandert. Ik kan me niet schelen of je gelooft dat dat nu door de mens komt of niet. Het ding is gewoon, het verandert. Geloof je me niet, word een boer en je gaat het onmiddellijk merken dat het verandert. We hebben het probleem dat het te droog is, maar we hebben tegelijkertijd ook een probleem dat het te nat is. Hè? En dat is iets dat soms moeilijk erin gaat bij mensen. Van, hoe kan het nu dat het tegelijkertijd te droog is en tegelijkertijd te nat is? Heel veel van onze grond is verhard. Hè? Dat denk dat we dat allemaal weten. Hè? Of dat is straat of verharding, parking, whatever. Maar wat dat we niet altijd zien, en ik kan het ook moeilijk zien met een blote oog, als je gewoon rondrijdt in het landbouwgebied, dan is dat op een bepaalde manier ook verhard. Hoe kan dat nu, dat dat ook verhard is? Wel, wanneer je met een tractor ploegt, dan, wat doet een ploeg? Dat heeft zo van die scheef getrokken messen die de aarde eigenlijk omdraaien. Hè? Dat helpt om de aarde op korte termijn een betere structuur te creëren. Op lange termijn is dat desastreus. Maar op korte termijn werkt dat en mensen blijven dat doen, want we denken nog altijd te veel op korte termijn. En die messen slepen eigenlijk altijd op hetzelfde stukje grond. He, dat is eigenlijk dezelfde diepte dat hij altijd daartegen sleept. En wat gebeurt er? Door er altijd keihard tegen te drukken, wordt dat eigenlijk keihard. Dat wordt eigenlijk bijna beton. He, plantwortels kunnen daar niet meer doorheen. En een heel belangrijke functie van de bodem is capillariteit. He, dus dat, regenwormen. Dat er in feite, ja, regenwormen zorgen ervoor voor allemaal kleine hangetjes, waardoor dat de bodem eigenlijk water naar boven kan zuigen. He. Maar als je zo'n heel harde laag hebt, dan kan dat niet meer. Dus die grondwater die eronder zit, kan niet meer naar boven. Hetzelfde als er water bovenop valt, kan het niet naar beneden. Dus op die manier heb je hier te veel water, soms als het heel veel regent, hier te weinig water, of zelfs omgekeerd dat je hier genoeg water hebt en hier te weinig water hebt. Wat gebeurt er wanneer je een landbouwveld gaat bewerken in het voorjaar, bijvoorbeeld dingen inzaaien, dan is het te nat, mag je er niet oprijden met je machines, met je tractor bijvoorbeeld, omdat je de bodem gaat kapot maken. Dus wat moeten ze dan doen? Dat water zo snel mogelijk daar weer uithalen. Hè? En dan doen ze dat bijvoorbeeld door te draineren, door grachtjes of sloten in Nederland, als ik me niet vergis. Dus water kan niet van boven naar beneden, dus water wordt gedraineerd, noemen ze dat. Zo snel mogelijk allemaal afvoeren, zodat je zo snel mogelijk kan inzaaien. Maar dan, het probleem is dan in de zomer heb je dan te weinig water. Dus je hebt eigenlijk eerst al je kapitaal weggevoerd. En ja, waar is het naartoe? Het is naar de zee. Je kan het niet meer terugkrijgen. Ah ja, we kunnen een ontziltingsfabriek bouwen om dan het zoutwater terug zoet te maken en dan pompen naar het land. Een optie. Maar het lijkt me wel een dure en onnodige optie. En dat is dus het probleem. Hè? Wanneer te veel, hier te weinig, hoe zorg je ervoor dat dat terug door kan? Is eigenlijk gewoon die ploegzool, zoals dat heet, te doorbreken. He, dat kan je machinaal gaan doen, met een diepwoeler bijvoorbeeld. Dat is eigenlijk een paar messen dat je achter een tractor hangt en dat steek je in de grond en trek je er eigenlijk door. Dus daardoor heb je eigenlijk enkel maar de hoogte van die mes een gat of een sleuf dat je maakt, heel dun. En daartussen, die laag daartussen is niet verstoord. Dus als er daar allemaal schimmels zitten, dan verstoor je die eigenlijk maar minimaal. He, dus dat is de eerste stap om dat bijvoorbeeld teniet te doen, die ploegsel. En uiteraard ja, de oorzaak aanpakken, gewoon niet mee ploegen. Hè. Dat is heel belangrijk. Een ander iets dat je kan gebruiken is planten die heel diep wortelen. Zoals? Wat nog? Luzerne. Voilà. Luzerne is een van mijn favorieten. Die maakt wortels meer dan 10 meter diep. Ik kan dat nog altijd niet geloven, maar het is zo. Hetzelfde met mais, eigenlijk goede mais wordt ook een meter en half diep. De klimaatcrisis wordt zo keiveel naar onze oren gesmeten, maar die biodiversiteit is nog 1000 keer belangrijker. Die zorgt er eigenlijk voor dat wij kunnen leven en ik ga daar zo biedt nog veel meer over spreken. Dan misschien het allerbelangrijkste, dat is de Mount Everest. Om de 7 jaar verliezen we eigenlijk heel de Mount Everest aan topsoil. Hè? Om de 7 jaar, dat ziet er niet groot in, maar dat kan je vertellen, dat is de grootste berg ter wereld. En dat komt dus niet vanzelf terug, je moet er dus echt moeite voor doen. En dan, het probleem is dat we dan eigenlijk gewoon in een soort vicieuze cirkel terechtkomen van intensieve bodembewerking, eenjarige gewassen, uitputting van de bodem, droogte, biodiversiteitstekort, plagen en ziektes nemen toe, economische tegenslagen,
CO2 die vrijkomt, minder of te veel regen. En op het einde heb je de collapse. En deze presentatie waar we het nu vandaag over hebben, is net om die collapse tegen te gaan. Dat is perfect mogelijk. Hè? We moeten het gewoon doen. Nu, de vraag is, wat is de grootste oorzaak van al deze problemen? Ik heb al de technische dingen gezegd. Van, boeren die ploegen. Maar is dat nu echt de oorzaak? Wat is de oorzaak van dat een boer ploegt? Dat is een systeemprobleem. Het klopt, we hebben een systeemprobleem. En het is heel makkelijk om naar de boeren te kijken en zeggen van, jullie zijn de schuld. Ah ja, kijk, ik zie het. Hij is aan het ploegen, je ziet het toch. Hè? En hij spuit pesticiden, hij is de bad guy. Maar dat is helemaal niet waar. Die zitten in een systeem gevangen waarin dat ze weinig tot geen keuze hebben om dat te gaan doen. Hè? Om heel eerlijk te zijn, toen als ik 18, 19 jaar was en voor het eerst met permacultuur in contact kwam en zag hoe fantastisch dat was, dan heb ik ook zoiets van allee, die fucking boeren, het is allemaal hun schuld. Maar ik heb dan meer dan 60 boeren, wetenschappers, internationaal en nationaal gaan spreken voor mijn eerste boek. Net research gedaan en echt gewoon gebreken van, die boeren kunnen er echt weinig aan doen. Om een voorbeeld te geven, je hebt bijvoorbeeld een boer, die heeft, kan je zeggen, bieten bijvoorbeeld. En de fabriek zegt, ik heb die bieten deze week nodig. En dan de boer zegt in de fabriek, ja, sorry, maar als ik dat nu doe, dan ga ik die aarde kapot rijden. Hè? En dan zegt de fabriek, maar geen probleem, ik ga wel naar een andere boer gaan. Dus die boer, wat is die boerse situatie? Die heeft al schulden. Die heeft twee kinderen die naar school moeten gaan, een vrouw ook. En als hij dat niet verkoopt, op dat moment, dan is die kerel gewoon failliet. Ja. Op zich, ja. Zet hij zelf in die persoon zijn schoenen, ja, je wil niet failliet gaan. Hè. En dan kan je nog gaan discussiëren, maar het is ook de consumenten schuld, want die is veel te veel eisend. Dus het is een samenloop van heel veel omstandigheden. Maar laten we een keer eventjes back to basics gaan. Hoe dat je draait of keert, alles start nog altijd met planten. Nee, als er geen planten zijn, dan is er geen bodem. Bodem bestaat dus dankzij planten en niet andersom. Het is niet omdat er bodem is dat er planten zijn. Het is omdat er planten zijn dat er een bodem is. Planten hebben de bodem uitgevonden. Moesten planten nooit bestaan hebben, dan ging de bodem ook nooit bestaan hebben. Want alles was rots. Die mosjes, die hebben... met behulp van micro-organismes en hun wortels, die stenen we afgebroken. Hè? En dat is dan van dat fijn stof, hè? Van dat steenachtig fijn stof, die dan gemengd is met dan mosjes die doodhingen geleidelijk aan. Hè? Organisch, mineraal, samen is dat de bodem. Dus zonder planten geen bodem, zonder planten geen dieren, op land toch, en geen mensen. Hè? Wij zijn als mensen afhankelijk van planten. Oké, ik kan zeggen, je kan toch 100% dieren eten? Klopt. Maar die dieren moeten planten eten. Dus zonder planten bestaan we niet. Planten zijn autotroof. Dat is een woordje die wil zeggen dat ze hun eigen energie kunnen maken op basis van zonne-energie. Een plant kan je eigenlijk zien als een organisme met zonnepanelen. Je moet je voorstellen dat een blad eigenlijk een zonnepaneel is. En wat doet een zonnepaneel? Zonlicht omzetten naar... Energie. Voilà. Dus hij is een machine op gang aan het trekken, een fabriekje. En wat doet dat fabriekje? Hij neemt CO2 uit de lucht, H2O uit de bodem. CO2 plus H2O is... Iemand? Exact, C6H12O6 is suiker. Dus ongelooflijk, hè? Iets wat daar heel de wereld vanaf wilt, dat je niet kan zien, CO2. Plus H2O, plus water, dat zorgt gewoon voor suiker. Voilà, klimaatprobleem opgelost. maar dus, dat is een ongelooflijk zot proces. En dat is iets miraculeus, dat dus enkel maar een plant kan. Alright, dus, die machine is op gang. Is aan het draaien. En eigenlijk kan je alles wat dat een plant aanmaakt, vergelijken met pannenkoek. Dus eigenlijk alles wat dat er in pannenkoekbeslag zit, mag die plant aan. Alright. Jullie zijn mee. Nu. Wie van jullie is er ooit al eens een keer op reis vertrokken en had er blikjes mee
of flessen wijn mee zonder een blikopener of zonder een wijnopener? Wie heeft er dat keer gehad? Ja, veel te veel mensen. Nu, wat gebeurt er? Als dat voorkomt, wat doen jullie dan? Ga je naar de buren. Voilà, slimme. Slim. Inderdaad. En eigenlijk moet je je voorstellen, hé, dus de aarde was vroeger één grote rots. Jullie weten dat nog van daarnet. Hè. Dus alle voedingsstoffen zitten in die rots. Dat zijn eigenlijk blikken met ravioli of flessen met wijn. Dat door een plant de wortels niet kan geopend worden. Die kan dat gewoon niet. Dus die moet dat ook gaan vragen aan een buur. Nu, die plant is heel slim. Zegt van, weet je wat, ik ga een feestje organiseren. Dus die plant organiseert een feestje, hij bakt pannenkoeken. En hij heeft tot 40% van alle pannenkoeken die dat hij maakt, cadeau aan het bodemleven. Dat wordt exsudaat genoemd met een moeilijk woordje. Dus die wortel, dat is een wortelafscheiding. Vloeibare suikers en vloeibare andere shizzle. Dus, die heeft dat cadeau, die organiseert een feestje. Als jullie naar een feestje gaan, wat doen jullie? Wat brengen jullie mee voor jullie gast? Heer, vrouw, non-binair? Fles wijn. Voilà. Dus, jullie brengen een cadeautje mee. Dus het bodemleven doet dat dus ook. Het bodemleven gaat alles meebrengen voor de plant, dat de plant zelf niet kan. Dus het geopende blikje ravioli neemt hij mee, of die geopende fles wijn. En die plant is heel tevreden, want ik kan daar van eten. Het is af zover dat de plant eigenlijk kan beslissen van, eigenlijk wil ik meer flessen bier krijgen in plaats van flessen wijn. Daarvoor moet ik een ander publiek aantrekken. Dus als je een ander publiek wil aantrekken, moet je andere hapjes serveren. Dus hij doet dat ook. Hij gaat eigenlijk aan de hand van de chemische samenstelling van dat exsudaat, gaat hij in feite andere micro-organismen aantrekken. En je hebt bijvoorbeeld een bacteriesoort, waar hij verschillende variëteiten van hebt, van diezelfde bacterie, gaat hij echt even op zo'n diep niveau de exacte bacterievariatie gaan aanspreken om een bepaald micronutriënt, wat hij daarnet hebt gezegd, krijgen. Dus die plant spreekt met microbiële leven, met de schimmels daaronder. En op die manier kan hij aan materiaal geraken. En dan bekom je eigenlijk een soort, het befaamde Wood Wide Web. Dat zie je nu tussen bomen, maar dat is ook tussen planten en tussen schimmels en bacteriën. En het is niet enkel maar de voeding dat ze krijgen, maar ze worden ook beschermd. Wat doet een schimmel bijvoorbeeld? Die gaat zeggen van, kijk ze, zolang dat je mij die suikers geeft, ga ik jou beschermen tegen indringers. Je zou kunnen zeggen dat dat een mooie vriendschap is, maar je zou ook kunnen zeggen dat dat een maffiasysteem is. Want zij betalen van protection money. Die plant moet eigenlijk geld betalen voor beschermd te worden. Dat is hier een voorbeeld van zo'n exsudaat. Jullie dat kan zien. Exudates are magic, echt waar. En die schimmels, als ook bacteriën, gaan de plant beschermen tegen indringers. Dat is hier de rhizosfeer. Hier zie je bijvoorbeeld bacteriën die hieraan leven. Schimmels die zelf tot in de cellen gaan van de plant, om het eigenlijk gewoon al onmiddellijk eruit te gaan. En eigenlijk kan je het zien dat een wortel eigenlijk uitgemelkt wordt. Ik kan eigenlijk zien als allemaal tepels waarin er zo wordt. En dus de schimmels en de bacteriën, die willen ook graag hun vrienden uitnodigen, maar ja, er is niet altijd genoeg eten. Dus wat het is in hun voordeel, dan de wortels zo lang en zo diep mogelijk wortelen, want hoe dieper dat ze gaan, hoe meer oppervlakte er is, hoe meer tepels dan er zijn om aan te zuigen voor de beestjes, en dus hoe meer dat ze die kunnen uitmaken. Dus het is een bacterie, een schimmel heeft er alle voordelen bij dat de wortels zo lang en zo diep en zo uitgebreid mogelijk worden, want dan komt het systeem echt op gang. Dus je wilt dat uiteraard creëren. En als hij dat goed doet, dan creëer je heel dat bodemvoedselweb, waarin dat alles door iedereen wordt opgegeten. En ook in het koolstofverhaal, ze zijn miljarden aan het investeren in manieren te zoeken om koolstof, CO2 te capteren. Terwijl dat ook miljarden aan het investeren zijn in technologieën die ervoor zorgen dat al het koolstof uit de bodem weggaat. Alle grote machines, alle
pesticiden, meststoffen, zorgen net voor dat de bodem en dat de zeetjes paren met de O2'tjes uit de lucht en CO2'tjes vormen en weggaan. Hey. Dus heel veel zit net in die vloeibare suikers, die vloeibare koolstof, suiker is koolstof, die vloeibare koolstof die die planten injecteren in de bodem. Vandaar ook dat een bodem altijd bedekt moet zijn, moet altijd groen zijn, om eigenlijk die injectie van die suikers op gang te houden. Nou, dat is hier een voorbeeld van endomycorrhizale schimmels. En dit is hier een heel interessante afbeelding, vind ik persoonlijk. Ik weet niet of jullie dat kunnen zien. Maar dit hier is een wortel. En die wortel heeft eigenlijk een zok aan. Is dat een Nederlands woord? Een zok? Sok. Een sok. Hè? Een sok aan van gewoon allemaal micro-organismes. Hè? Je ziet dat echt gewoon letterlijk. Je wordt volledig beschermd voor mogelijke indringers. Het gaat zelfs zover dat dat op de filosfeer is. Dus dat de bladeren van een plant ook volledig bedekt worden door... door micro-organismes om dat te beschermen tegen indringers. Ja, als er bijvoorbeeld ziektes op dat blaadje komen, dan kunnen ze gewoon daar niet indringen omdat het gewoon volledig bedekt is. En dan het resultaat is dat je een goede bodemstructuur hebt. Hè. Dat is hier een bodem met structuur, dat is een bodem zonder structuur. En zeker als je bijvoorbeeld bang bent van uitspoeling van meststoffen of uitspoeling van aarde of erosie, Dan merk je dat je liever een bodem links hebt dan die bodem rechts. De droogteproblematiek. Wie van jullie heeft er last van de droogte? Oké, ik ook. Ik heb een experimenteel voedselbos op een duin. Hey, een duin, ik weet niet of je de film Dune hebt gezien. Het is echt wel een duin waar er zo een... waar er een klein laagje aarde op ligt. En ik kan geen water geven. Dus... Ik ga er gewoon even lachen. Er is een klein beetje aarde, puur zand. Hey, jullie weten, zand houdt heel slecht water vast. Dus dat is een ramp in zo van die dagen. Maar hey, als je dit hier weet, dat schimmels kunnen een wortel 100 keer langer maken. Je moet daar een keer over nadenken. Stel je voor, dat is hier één arm. En ik wil iets uit mijn tent halen, hè? Flesje water, dan kan ik hem 100 keer langer maken om dat te nemen. Beeld je dat gewoon in. Die plant kan dat. Die plant kan gewoon zijn wortel 100 keer langer maken dankzij die schimmeldraden. Als de aarde natuurlijk verstoord, dan gaat dit er niet. Die groeien ook veel sneller dan wortels. Die zijn bijgevolg ook wel veel fijner, schimmels. Dus die zijn... een klein beetje kwetsbaarder, waardoor dat we goed moeten zorgen voor de bodem. Onze tweede heel belangrijke vriend, dat zijn de wormen. Je hebt drie grote types van wormen. Wormen die redelijk oppervlakkig blijven, epigeese. De ene die zo'n beetje naar boven en naar beneden gaan, en ook van links naar rechts. En dan de anaesthetische, die van helemaal boven naar beneden gaan en die van die hangetjes maken. En dat zijn eigenlijk natuurlijke ploegen. Beeld je in dat je 2 ton regenwormen per hectare hebt. Hoeveel mensen zijn dat 2 ton? 25 mensen die gewoon 24/7 dat veld bewerken en in ongelooflijk goede staat zijn. Dat zijn die wormen, nee. Die doen niks liever dan dat. Die zijn geprogrammeerd om dat te doen. Dus heel veel zaken die hier aan bod komen, is eigenlijk ook gewoon van hoe kunnen we maximaal gebruik maken en samenwerken met het natuurlijk kapitaal. Want hoe kunnen we werk dat wij doen als mensen, ploegen, ja, die doen dat vanzelf. Je moet ze gewoon de kans geven om dat te doen. Dus ons hoofddoel is om van links naar rechts te gaan. Ik heb daarnet al gezegd van de grootste probleem dat we in de landbouw hebben, is dat ploegen, bemesten, bespuiten. Ik heb ook al uitgelegd waarom dat komt. En dat is wel wat dat er aan het gebeuren is. Op dit moment is onze aarde op heel veel plekken zodanig gedegradeerd dat ze eigenlijk junkies zijn. Ze zijn verslaafd aan chemische meststoffen, aan pesticiden, niet aan pesticiden, maar vooral aan chemische meststoffen. En als je stopt met hun die drugs te geven, dan bekom je eigenlijk gewoon die zandbak en daar kan je heel weinig mee doen. Dus je moet dat terug tot leven wekken. Ja, de beste manier is dus om die drie zaken te schrappen en om in feite van monocultuur
op twee niveaus eigenlijk weg te gaan. Je hebt enerzijds monocultuur in soorten, bijvoorbeeld graan. Kan graan combineren met klaver of met andere gewassen. Dus, maar dat blijft allemaal op hetzelfde niveau. Hè. Dus dat is eigenlijk polyculturen gaan creëren op hetzelfde niveau. Hè. Maar je kan ook een polycultuur gaan creëren in verschillende niveaus. Hè. En dan kom je eigenlijk bij meer lage landbouw terecht. Maar het komt erop neer dat we ook meer verticaal moeten denken. En ja, een van de belangrijkste ingrediënten uiteraard om dat te doen zijn bomen, maar bomen op zich zijn niet per se de oplossing. Want je kan niet overal bomen planten. Hè. Er moet ook voedsel geproduceerd worden. Ik weet niet, is dat bij Nederland zo? Maar in België, boeren ja, houden niet zoveel van bomen. Ja. Hebben jullie dat ook? Ja. En dat is redelijk begrijpelijk, want bijvoorbeeld in België, als er bomen staan, dan mogen boeren die niet mee kappen. Als ze bijvoorbeeld zeggen, ik ga hier een paar bomen planten en over 10 jaar beslist, ja, ze moeten weg, dan mag die ze niet omkappen. En een boer moet soms ja, in staat zijn om dat wel te kunnen kappen. En als boeren in staat zijn om bomen te kappen, gaan ze sneller in staat zijn om er te planten. Dat klinkt een beetje contra-intuïtief misschien, maar als iemand de vrijheid heeft om te doen wat je wilt, dan gaat hij sneller geneigd zijn om dat te doen. Er zijn heel veel projecten dat ik echt weet dat er geen bomen worden gezet, gewoon puur uit angst, omdat ze nooit meer weg mogen. Dus zelfs al staan die daar maar 10 jaar, die hebben wel 10 jaar hun job gedaan. En dus wat heb je het liefst? Bomen die er nooit hebben gestaan of bomen die er maar 10 jaar hebben gestaan? En dus dat is één groot probleem. Maar oké, okay, we kunnen niet bos gaan maken van ieder stuk landbouwgrond. We moeten in feite die gaan combineren met elkaar. En dan kom je uiteraard bij agroforestry of bij voedselbossen terecht, waarbij dat we zowel de functies hebben van bomen en zowel de functies hebben van het produceren van voedsel. En daarmee vind ik dat een voedselboom eigenlijk de Nobelprijs van de Vrede zelf verdient. Waarom? Die boom brengt de landbouw en de natuur samen. Agro en ecologie brengt hij samen. En dat vind ik fantastisch. Je hebt de menselijke activiteit, je hebt de natuurlijke activiteit, brengen die samen, dan creëer een explosie. En dat is net wat we willen creëren. We willen net een optimum gaan vinden tussen mens en natuur samen. En dan ja, uiteraard, jullie herkennen die boom misschien, maar dat is die boom van 4000 jaar oud. Hè. Dat is een heel mooi schilderij ervan. Die bestaat nog altijd, die kan die gaan bezoeken. Ik ben er nog niet geraakt. Dat is een van mijn to-do's in het leven. Voedselbos Wouter van Eck is een fantastisch voedselbos, maar het is niet schaalbaar. Je kan daar niet zeggen van oké, we gaan dat systeem over 1000 hectare gaan uitleggen. Maar hij is wel bezig met een tweede project op 20 hectare, als ik me niet vergis. Kan even op de naam niet komen? Schijndel. Voilà, jullie zijn allemaal mee. Dat is bijvoorbeeld wel een project die veel schaalbaarder is. Hè. Dus je kan daar verschillende richtingen in gaan. En dat is ook mooi aan voedselbossen, is dat je dat zowel op heel grote schaal kan doen, op 1000 hectares, maar evengoed kan doen in een stadstuintje van 100 vierkante meter of in een psychiatrische instelling. Wie van jullie eet er soms pasta, koekjes, iets met graanproducten? De meesten onder jullie? Ik ook. Laten we een keer eventjes de ingrediënten nemen van een broodje, bijvoorbeeld. Dat zijn 100 kotjes. Stel je nu een keer voor dat we van het bloem dat in het brood had, 4 kotjes, 4% dus, zouden vervangen door kastanjemeel. Laten we een koekje nemen. Stel je voor dat we 8% van de boter of van de olie die in dat koekje zit, dat we dat gaan halen van walnootolie bijvoorbeeld, of van olie die van bomen terecht is, afkomst is. Jullie gaan dat ook niet echt proeven hier, denk ik. We kunnen dat ook gaan doen met de suikers. Hè. Stel je voor dat we 2, 4, 6, 8% van de suikers die er sowieso in zitten, zouden vervangen door appelsuiker bijvoorbeeld. Hè? Suikers die uit appels komt. Dat zijn allemaal kleine zakjes dat we niet zouden proeven, maar die wel een groot verschil zouden maken. En je ziet dat verschil. Dit is het landschap die anders gewoon kaal zou zijn. Dit zorgt er meteen al voor dat er meer dimensies zitten in de landbouw. En uiteraard, dat klopt niet 100%, want voor bomen heb je een klein beetje meer oppervlakte nodig dan voor 1 jaar. Maar dit is een manier om eigenlijk meerjarige landbouw, om eigenlijk voedsel dat afkomst is van bomen, te sluipen in ons dieet. Je kan een mens moeilijk overtuigen om iets nieuws te gaan doen.
Mensen inspireren kan, maar het kan ook gewoon mensen tricken om het te doen. En dan moet je gewoon maar een keer inbeelden, stel je nu voor dat gewoon al die grote merken, hè, heel veel mensen zijn tegen al die merken en ik snap waarom, maar speel je gewoon in, hè, stel je voor dat die merken toch zo blijven bestaan, dat nu gewoon maar 1% van alle ingrediënten zouden vervangen door meerjaren. Hè. 1%, ik kan niet geloven hoeveel producten er daarvan jaarlijks verkocht worden, dat is, kan er gewoon niet bij komen, maar 1% zou een wereld van verschil maken. En dan gaan we van een wereld die er vandaag zo uitziet, veel meer naar een wereld die er zo uitziet. Hè, waarin dat je bomen gaat gaan combineren met eenjarige landbouw. En daar zijn er dus enorm veel winsten in te boeken. Nu is de vraag, ja, hoe ben jij daaraan om die transitie te maken? Hè, dat kan je doen op niveau van je consumptie. Hoe kan je zelf meerjaren gaan kopen? Oftewel, hoe kan je er zelf aan beginnen? Hè, en dat is uiteraard... Ik kan starten met zelf een voedselbos te starten om in al die verschillende lagen te gaan werken. En zo kan je eigenlijk een steentje bijdragen om eigenlijk ook die droogteproblematiek helpen tegen te gaan. Dit is hier een voorbeeld van een biotische pomp. En dat noemt de biotische pomp. Dat wil ik zeggen dat de eerste 500 kilometer vanaf de kust, die... krijgt regen van de zee, maar vanaf 500 kilometer heb je eigenlijk bomen nodig om water te pompen landinwaarts. Bomen doen regenen. Dat is iets dat ik in het begin dat ik dat had gehoord, ik kon dat niet geloven, maar hoe kan dat nu dat een boom voor neerslag zorgt? Er zijn studies die dat aantonen. Heel veel wetenschappers zijn het erover eens dat dat zo is. Wij kunnen herstellen door agroforestry. Dus agroforestry bomen kunnen eigenlijk hetzelfde gaan doen als gewone boom en dan kunnen we dat terugbrengen. En dat zijn ze nu ook aan het doen in de Sahel in Afrika, waar ze een hele grote green belt aan het bouwen zijn van oost naar west, om eigenlijk ook de woestijn tegen te gaan en water te pompen. Er zijn echt wel projecten in de wereld waarbij dat gewoon dat heel grootschalig bomen hebben aangeplant, waardoor ze echt gewoon terug regen hebben aangetrokken. Ik vind dat fantastisch en wij kunnen daar allemaal deel van uitmaken. Dus wat ik hier even toonde daarnet van, je hebt hier de eenjarigen, dan heb je telkens hoger en hoger en hoger. En dat is eigenlijk in de tijd de oogst dat je daarvan hebt. Wie dat er ook zelf met een voedselbos start, je weet dat. Het eerste jaar heb je vooral één jaar dat je kan eten. Dan heb je voor het frambozen, meer de struikjes, de laagstam, halfstam, hoogstam. En dat is eigenlijk iets wat je wil hebben, niet enkel maar op kleine schaal in je voedselbos. Waardoor je oogst hebt over de komende 10 jaar en niet 10 jaar moet wachten. Je wil eigenlijk die quick wins hebben, maar dat is even goed wat we in onze landbouw willen hebben. We willen quick wins in de landbouw, die 1 jaar tot dat we hoger gaan. En dat is dus altijd oogst hebben over de tijd, en dat is perfect voor jullie voedselbos zelf, maar dus ook altijd oogst hebben tijdens het seizoen zelf. En dat vind ik zelf het allerleukste daaraan aan voedselbossen, is dat je gewoon vanaf vroeg mei of zelf eerder tot in september eigenlijk kan oogsten. Dit is een voorbeeld van een zelfpluk voedselbos dat we hebben ontworpen voor klanten. Dat is 2 hectare groot. En daarvoor is het wel belangrijk om echt wel heel het jaar door oogst te hebben. Omdat mensen, het is eigenlijk een soort Netflix abonnement aan die betalen. Die mogen oogsten zoveel dat ze willen. Maar moet wel heel het jaar door oogst zijn. Wat hebben we hier gedaan? We hebben bijvoorbeeld deze rijen. Deze 2 zijn 1 maand, deze 2 zijn 1 maand, deze 2 zijn 1 maand, dit is hier 1 maand, hier net hetzelfde. Zodat je feiten gewoon telkens, en dat is ongeveer, want je weet ook, de natuur is niet te timen. Dat wordt het gewoon mei, juni, wordt enkel maar deze zone hier betreden. Juni, juli, vooral deze zone, juli, augustus, vooral deze zone en zo verder. Zodat je dat in feite gewoon heel goed timet. Die zones kunnen ook gewoon rusten. De natuur kan er echt gewoon zijn hangetje gaan. En dan, om een doorsnee te geven, is dit hier ongeveer het model van het voedselbos dat ik zelf een heel grote fan van ben. Je hebt hier de hogere boom, hier naast de lagere boom, daaronder de struikjes. En in het midden de bemestingsboompjes. Dat zijn boompjes die aangeplant worden om eigenlijk gewoon puur voor mulch te zorgen. Eigenlijk chop and drop, een klein beetje het syntropische systeem wordt er ook wel genoemd. En je moet eigenlijk denken aan successie. Dus je hebt daarnet die tabel gezien met die verschillende bogen, die verschillende oogstbogen.
dan tegen dat dier groot is, hè, bijvoorbeeld de walnoot, zijn de één jaar, de laagstamboompjes, die zijn tegen dan al veel minder in productie. Hè. Dus wanneer dat je echt een voedselbos puur sain ontwerpt, dan moet je echt wel in de tijd denken en weten, als het niet groot is, dan dat de kleintjes al veel minder in productie zijn en de halfstammen net hetzelfde. En dat je er gewoon keuzes gaat moeten maken. Iets wat ik ook dikwijls terug zie komen in voedselbosdesign, is dat hier tussen ook nog een keer zo'n boom gaan zetten. Eigenlijk heb je in een voedselbos evenveel openruimte als gesloten ruimte. Ja. Dit is een heel mooi project in de buurt van Brussel, Le Jardin de Eve. Met een serre die nooit onder de 0 graden had. Waarbij dat die vrouw hier eigenlijk de onderste lagen oogst en de papa de bovenste lagen oogst. Dus de papa is vooral bezig met fruit, groenten en noten. Terwijl zij vooral bezig is met het medicinale aspect. Hey, in de permacultuur leer je dat een dier een niche in time heeft, een niche in space. Hey, je kan dat zien als een stadspark. Hey. Overdag zitten er andere mensen dan 's nachts. daar is dat. Dat moet je ook doen in permacultuurontwerp. Je moet eigenlijk de verschillende lagen, iedereen moet zijn niche daarin hebben. Heel mooi ook aan het project is, voordat ze gestart hebben met het ontwerp, hebben ze 3 dagen bezig geweest met hun droom. Waarom? Omdat een project is maar zo sterk als de visie, de DNA achter een project zit. En hiermee zou ik graag willen afsluiten, vooraleer we aan de workshop beginnen. Wat is nu die clue van alles? Hey, dus we herinneren dit hier nog. Heel veel micro-organismen die samenleven op een heel kleine plek om voeding te leveren aan een organisme. Hoe werkt het menselijk lichaam? Hey? We eten. Hey? We moeten eten om te overleven. Dus de menselijke lichaam, diep van binnen in ons, zit dit hier. Hey? Dit is een darm. Hey? En een darm heeft villi en microvilli. Heeft eigenlijk wortels en zijwortels. En dat is het zotte van allemaal, is dat een darm en een wortel heel goed op elkaar gelijken. Meer nog, als je een wortel binnenste buiten keert, dan bekom je een darm. Jullie herinneren nog heel veel... Oh, zo leuk, ik heb een soundtrack bij mijn speech. Ja. Dus heel veel beestjes, die op een heel kleine punt samenleven, om er in feite voor te zorgen dat er voeding naar die wortel gaat. Hier gebeurt net hetzelfde. Hey, jullie herinneren nog van de beschermers van de wortels, die sokken, die rond de plantenwortels zitten. Dat is hier net hetzelfde. Hey, onze darmenwanden zitten vol met haatjes. Als die beestjes weg zijn, dan hebben we lekken. Heb je voor een lekkende darm, leaky gut syndrome. Of andere problemen die kunnen optreden. Hey, dus als dit hier niet oké is, dan zijn we ongezond. In ons lichaam, maar even goed in ons koppeke. Hè? Heel veel problemen in ons koppeke hangen af met van onze darmen. Zelfs depressies, hè? Niet altijd, maar dikwijls, hebben een connectie met de darmen. Hè, als die darm, hè, er is een studie geweest dat als je de darmflora van depressieve mensen verbetert, dat in veel gevallen die depressie beter wordt. Niet in alle gevallen, maar in veel gevallen wel. Hè? Dus, het is ongelooflijk zot om te merken dat wij als mensen dus enkel maar gezond kunnen zijn als die bodem gezond is. En jullie hebben gezien die filosfeer, die blaadjes die volhangen met micro-organismen, die appels die evengoed volhangen met micro-organismen, die wortels die volhangen. Dit zorgt ervoor dat het hier aangevuld wordt in onze darmen. Die plant-gut connection, daar is er gewoon geen enkel argument tussen te krijgen. En als jullie ooit nog in een discussie verwikkeld raken, gebruik alsjeblieft gewoon dit argument. Het is wetenschappelijk genoeg onderzocht geweest dat dit zo is. En op die manier hebben we ook een incentive om die bodem te verbeteren. Want we doen het niet voor die bodem, hè? We zijn egoïsten, hè? We doen het voor onszelf. Dat is oké. Wees maar egoïstisch. Als je egoïstisch bent, dan heb je ervoor dat je goede natuur hebt. Dan zorg je ervoor dat je goede landbouw hebt.